verbroken die dik wordt. Goedemorgen. Wij gaan nu onderweg ons klaarmaken. Of onderweg klaarmaken, ja hoor. Wij gaan ons klaarmaken om onderweg te gaan naar Lelystad. En ik moet jullie even wat leuks zien, want ik heb gisteren samen met iemand anders, een buurvrouw hiernaast. Oké. Ik heb met de buurvrouw hiernaast, heb ik zeg maar, mijn vensterbank heb ik helemaal leeg gehaald. En heb ik allemaal kerstdingetjes erin gedaan. Wat ben je aan het doen? Ik doe het niet. Oké. In ieder geval, dus ik heb mijn hele vensterbank heb ik leeg gehaald. En heb ik allemaal kerstspullen erin gedaan. Kijk eens wat leuk. Kijk eens wat leuk. En daar een kerstboompje. Leuk hè? Dat reed. Ja. Dank je wel. Pardon? Ja. Oh. In ieder geval, we gaan ons klaarmaken om naar Lelystad toe te gaan. Huh? Patrick die pakt even een lekkere chocolademuntje. Want er moet nog even wat gedaan worden aan de auto. En daarna gaan we ook nog even de stad in, want we moeten sokken hebben en pen ik nog wat anders. Lekker? Ja. En ik wil hier voorbij het raam, welke zo'n hele mooie net met allemaal lichtjes hebben. Nou ben ik bang dat ik er twee nodig heb, dus ik moet even kijken of ik er twee kan halen. Dus we gaan even kijken. Ze hebben in Lelystad een kerstwinkeltje, daar wil ik echt dolgraag heen. Ja, we moeten sowieso in de stad wezen. Want je wou bij de Zeeman wou je dat spul halen? Ja. Dus je moet sowieso de stad in. En daarna gaan we, als de auto dus klaar is, gaan we de stad in. Gaan we de spullen halen, gaan we even bij de kerstwinkel kijken. En daarna gaan we naar de KFC. En daarna hebben we nog darten vanavond. Dus, Je moet toch wel dood. Is die leuk? Ja. Dus, deze kan ook wel uit. Oh ja, trouwens, jullie hebben... Oeh! Is dat een standaard iets geworden in de vlog of zo? Ja. Oh, blijkbaar. Maar jullie hebben de auto nog niet gezien, maar... Weet je? Hallo, het is hier alweer. Die rode is het niet. Dat is hem. Ik zou even zo meteen als we buiten zijn nog even willen laten zien. Dus. Wat staat open? Hoi mensen, van Kim van Dijk. Ik sta naast Kim. En jullie kijken naar een nieuwe video van haar. Dus ik zou zeggen, druk alvast op het duimpje omhoog. En het wordt zeker een leuke video. Doei! Kijk, Logan en Logan in de vlog. Hallo Logan. Zo. Oh, is het zo? Oké. Okay. Ja, Logan vindt het niet leuk dat we weggaan. Hi. Ja. Schatje. Dus maar in ieder geval, Logan vindt het niet leuk dat we weggaan. Maar we zullen toch even moeten. Kijk op kous. We gaan eerst even tanken. Dat moet ook nog gebeuren. Oh ja, jongens, we gaan nog wat leuks doen zondag. Wat? Niks. Jij vond het ook leuk. Nee, ik bedoel niet dat. Jongens, echt waar, serieus. Ik weet dat er volwassen mensen naar kijken. Tenminste, denk ik. Sorry, mijn tas. Denk ik dat er volwassen mensen naar kijken, maar ik ben bang van niet. Ik heb zelfs heb ik een jas. Heb je alles? Ja, druk nog eens aan. Nee, best maar zo. In ieder geval. Juist. Ik moet even tanken. En wat hebben we hier?
Zondag wordt het hartstikke leuk. Want dan gaan we naar Zwolle. Alweer! Ja, alweer! Maar dit keer gaan we niet naar de stad toe. Dit keer gaan wij naar een voetbalwedstrijd toe. En dan zul je wel denken van, hi, voetbalwedstrijd? Wel een voetbalwedstrijd, je bent niet eens gek op voetbal. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik kijk het dan wel niet, omdat we niet kunnen kijken. Want we hebben geen Fox. Maar, ik kijk het wel. Tietje. Kijk uit. Ik stoot zijn elleboog. Oh, je stoot je hoofd. Dat is hem. In ieder geval. We gaan dus naar een wedstrijd van PEC Zwolle. Wacht even. We gaan dus naar een wedstrijd van PEC Zwolle. En daar heb ik echt hartstikke veel zin in. Ja! Dus we gaan weer naar Zwolle toe. Dus daar heb ik best wel zin in. Oeps. Are you kidding me? Precies in de vlog. Oké, we worden even door elkaar geschud hier ook. Nee, maar we gaan dus naar PEC Zwolle natuurlijk morgen. En daar heb ik best wel veel zin in. Het is de wedstrijd tussen Zwolle tegen Ajax. Dus dat wordt spannend. Ik hoop dat PEC Zwolle weet wat ik ben voor PEC Zwolle. Dat ik ook. Dus ja. Zo lekker ruiken. En dan niet alleen dat. Ik vind ook de geur van benzine vind ik gewoon lekker ruiken. Ik weet niet wat het is. Echt waar, die stof. Ze kunnen snel, man, die dingen. Ja, hè? Ah, die ruiten is dan over. Ja, of course. Patrick en een plas met water. Je moet er altijd in rijden. Altijd. Het is mooi weer buiten. Geen hoekje aan de lucht. Ja, daar een beetje. Ja, volgende week gaan we weer naar Zwolle toe. Want mijn vader of mijn moeder die heeft gevraagd aan ons of wij eventueel ons konden lenen om eventjes naar Paken toe te gaan. Oh ja, we zouden nog. Oh. Die zitten hier. Dan zal ik ze op de pakken als ik klaar zou tanken, ja? In ieder geval, we zouden dus volgende week zaterdag ook weer naar school gaan. Dan gaan we naar Paken toe. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb Paken al een hele tijd niet gezien, dus ik ben benieuwd hoe het met hem is. Hij is zo'n dement als ik weet niet wat. Dus hij zal wel vaker aan Patrick gevraagd van, hey, ken jou? Dat heeft hij de vorige keer ook gedaan. De allereerste keer dat ik Patrick meenam. Toen zei hij al tegen Patrick van, ik ken jou. Terwijl je hem nog maar voor de eerste keer hebt gezien. Dus dat was best wel grappig. En op een gegeven moment zei ik al tegen Paken. Paken is hem verloofd. We gaan trouwen. Op een gegeven moment zou Paken zo met grote ogen aan het kijken van, echt? Dus dat was heel erg leuk. Tanken en zet je schoen voor Sinterklaas. Oh. Nee, ik heb mijn schoenen nodig. Maar heel goed, we gaan tanken. En ik ga samen met Patrick betalen. Dus ik ben benieuwd wat we moeten betalen. 50-50. Het zou maar niet veel. You shine when I feel that heartbeat, I fly so much higher, fly so much higher, fly so much higher.
sky. Lines and clouds are below us now. Sky, dive back down. Oh, take my hand, don't let go. Skyward bound. Zich nu aan het scheren. Of die is bijna klaar. We zijn nog vandaag even naar Lelystad geweest om eventjes de auto te laten maken. Of tenminste, de verwarming die doet het weer. We zijn dus ook even nog naar de stad geweest. Of tenminste, even naar de Zeeman en even naar de Action. Om nou even te kijken voor leuke kerstspullen. En Patrick moest nog even koolvloeistof hebben, die we nog eventjes in de auto moeten doen. Daarna zijn we ook nog wel weer shoppen voor sokken en ondergoed en zo. Nou, dat hebben we dus gehaald. En ik ben ook nog even naar de dierenwinkel geweest voor Logan om even wat voedsel te halen en grind. Of tenminste, voor de bodem. En toen zag ik dat speeltje, wat nu in zijn kooi hangt, het gekleurde speeltje. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Ja, nu wel. Dat heb ik niet opgekocht voor Logan. En ik zag ook hele mooie vogels, net zoals Logan, zeg maar, dus valkpakieten. Die zagen er echt super schattig uit. Dus dat was heel schattig. Daarna zijn we dan naar de Intratuin geweest in Lelystad. Het is daar groter, zeg maar, dan hier in Emmeloord. We hebben wat kerstcd's gekocht. En ik heb nog wel kookboeken gekocht. Die zag ik toevallig liggen. En ik heb nog wat,
nog een kerstornament gekocht. En we hebben ledkaarsjes gekocht met ex-Christmas. En dat is echt zo leuk, want die geeft kleurtjes. Dus, en die heb ik nou ook in de vensterbank zitten. Dus, en ik heb nog een leuke badeend gekocht voor een collega en een vriendin. En buurvrouw hiernaast. Want ze is dol op eendjes. Dus ik heb een badeend voor haar gekocht. Een massagebadeend. Ik zag hem liggen en ik kon het echt niet laten. Dus toen heb ik die gekocht. En verder voor de rest, ja. Niet echt veel. Voedsel voor Logan. Nog wat grind. Hé, Loki Loke. Logan blij? Logan blij met het kerstcadeautje. Ja, vroeg kerstcadeautje. Leuk? Vind je hem leuk? Vind je hem leuk, Logan? Vind je hem leuk? Vind je hem leuk? Hij weet niet wat hij ermee aan moet. Hij zit er wel iedere keer naar te kijken van, is het interessant of zo? Maar, is hij leuk, Logan? Is het leuk? Is hij mooi? Mooie kleurtjes, hè? Mooie kleurtjes, hè? Ja, mooie kleurtjes, Logan. Er zitten ook leuke speentjes erin, dus ik vond het echt superleuk. En hij was afgeprijsd, dus ik denk bij mezelf, waarom niet? Hé, Logan? Ben je blij? Ben je blij? Ben je blij? Logan blij? Hij parkeert lekker rond op zijn stokkie. Vet schattig. Dus en we zijn ons nu een beetje aan het klaarmaken. We moeten opschieten, want het is bijna tijd om naar Duiten te gaan. Dus, zie je later. Hoi jongens. Dit is het einde van de vlog. Ik ga zo meteen slapen. En Patrick die blijft nog op. Ik weet niet hoe laat hij nu gaat slapen, maar dat maakt niet uit. Morgen de wedstrijd van PEC Zwolle tegen Ajax. En ik heb er hartstikke veel zin in. Dus ik zie jullie morgen. En prepare jezelf voor een super leuke vlog. Doei doei! Waarom niet? Je weet niet wat er morgen gaat gebeuren. PEC Zwolle gaat gewoon winnen, ja? Oké. Okay. Hey, doeg! Bye! Hey, in the wake of dawn I see you shine. When I feel that heartbeat, I fly so much higher, fly so much higher, fly so much higher, fly so much higher, sky lines and clouds are below. Sky dive back down the wall. Take my hand, don't let go. Skyward bound.